ben geboren in Ethiopië, maar opgegroeid in Nederland. Ik ben geadopteerd door Nederlandse ouders. Ik ben dus opgegroeid in Etten-Leur en daar ook naar de basisschool en middelbare school gegaan. Ja, dat was gewoon een witte omgeving. Er waren heel weinig mensen van kleur. Diversiteit werd niet besproken en dat zorgde voor mij eigenlijk dat ik nog onzekerder werd. Of in ieder geval het idee had dat ik de enige was die onzeker werd over mijn achtergrond. Die onzekerheid die is me eigenlijk bijgebleven tot ik terugging naar Ethiopië, naar mijn roots. Ik vind het belangrijk dat het thema diversiteit een bespreekbaar thema wordt op de middelbare school, zodat leerlingen en docenten met elkaar hierover kunnen praten en van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen waar nodig.